Professor Maris is hoogleraar algemene rechtsleer aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam. Dat betekent dat professor Maris zich vooral bezighoudt met rechtsfilosofie en rechtssociologie. Wat is het object van de studie als iemand besluit zich in te schrijven bij een rechtsfaculteit? Het recht. En dan vraag je natuurlijk, wat is het recht? En dan kan je misschien het best beginnen. Een volledige definitie wordt heel abstract en is misschien zelfs moeilijk te geven, maar je kan beginnen met een indicatie. En dat is een systeem van normen om het maatschappelijk verkeer te regelen. En daarbij, dan moet je natuurlijk nog verder gaan specificeren, want er zijn meer normen, zoals fatsoensnormen en morele normen en religieuze normen. En typisch voor het recht is dan dat het afkomstig is van specifieke juridische instanties, wetgever en rechter. En dat daardoor het soort normen ook weer gelaagd is. Dus je hebt normen voor het gedrag van de burgers, maar je hebt ook weer bevoegdheidsnormen die bijvoorbeeld de wet op de rechtelijke organisatie die zeggen jij bent rechter, dus jij hebt in dit geval de bevoegdheid om het geschil te beslechten. Dus er zijn allerlei verschillende soorten regels. En dan kan je het nog verder specificeren door te zeggen, ja, behalve regels die zeggen je mag niet stelen, zijn er ook abstractere beginselen, zoals het gelijkheidsbeginsel, die meer aanwijzingen geven hoe je in concrete gevallen regels moet formuleren. Gaat een student ook bestuderen wat rechtvaardig is? Niet op volle kracht, maar het komt in mijn vak zeker aan de orde. Ik denk dat de meeste rechtenstudenten zich in de eerste plaats bezighouden met het positieve Nederlandse en Europese en internationale recht. Maar ook wanneer je vanuit het positieve recht denkt, zal je al gauw tegen de grenzen aanlopen van het recht zelf. En voor een geval komen te staan waarin de positieve regels geen oplossing geven. En dan zal je dat moeten invullen. En veel mensen zullen dat proberen te doen vanuit een idee van rechtvaardigheid of redelijkheid en billijkheid of rechtmatigheid. Denk aan het arrest Cohen-Lindebaum, onrechtmatige daad. Daar moest op een gegeven moment de Hoge Raad nader gaan invullen wat er bedoeld werd met rechtvaardigheid. Of een veel dramatischer gebeurtenis, dat is het toetsingsarrest van onze Hoge Raad in 1942 tijdens de Duitse bezetting. En dat ging erom of de Nederlandse rechter de politieke maatregelen van de Duitse bezetter, die vaak antisemitisch waren, mocht toetsen. En de Hoge Raad heeft toen gezegd, nee, die bevoegdheid hebben we niet, want het Nederlandse recht kent geen constitutionele toetsing van formele wetten. Maar daar zitten allerlei overwegingen van rechtvaardigheid achter. En al in die tijd is er kritiek geleverd, niet alleen op het juridische gehalte van de beslissing, maar ook werd gezegd, de rechter mag eigenlijk geen recht gaan toepassen wat in die mate onrechtvaardig was. En als je dat zo zegt, dan ben je een aanhanger van het zogenaamde natuurrecht. En bijvoorbeeld de Duitse rechtsgeleerde Gustav Radbruch heeft die conclusie ook daadwerkelijk getrokken vanuit zijn ervaring van de Hitlertijd. Dus die zei met andere woorden, als recht uiterst onrechtvaardig is, en in zijn geval bedoelde hij daarmee, als het de mensenrechten fundamenteel schendt, dan moet je als rechter opstappen of zeggen ze, hier doe ik niet aan mee. Dit is geen recht meer. Wat is rechtsfilosofie? Filosofie betekent, komt uit het Grieks, betekent liefde van de wijsheid. Liefde voor de wijsheid, wijsbegeerte. En wat je eigenlijk doet als filosoof is doorvragen achter de gewone kwesties van alle dag. Van hoe ziet de werkelijkheid er nou echt uit? Wat zijn de criteria van onze kennis? En toegepast op het recht kom je dan voor vragen als wat is recht nou eigenlijk? Hoe definieer je het? En de normatieve vraag, wanneer en onder welke voorwaarden moet je je eraan gehoorzamen of niet? Zoals in het geval van de Hoge Raad tijdens de Duitse bezetting. Wat is rechtssociologie? Sociologie is een sociale wetenschap die op een empirische manier de sociale werkelijkheid, dus de relaties tussen mensen, bestudeert. En rechtssociologie kijkt dan naar de relatie tussen recht en omringende werkelijkheid. En dan op twee manieren. De input, hoe vertaal je sociale werkelijkheid in recht,
Dus er zijn waarden in de maatschappij en de wetgever vertaalt dat in juridische regulering. Bijvoorbeeld, je wil zorgen dat mensen minder roken, nou, anti-rookverbod. Dus dat is de input uit de werkelijkheid in het recht. En omgekeerd, wil je met recht maatschappelijke effecten bereiken? En een socioloog onderzoekt dan in hoeverre dat ook lukt. Is het wetenschappelijker om het recht te benaderen vanuit de filosofie of de sociologie? Dat hangt van je definitie van wetenschap af. Maar ik zou zeggen dat vanuit de standaard definitie van wetenschap is sociologie wetenschappelijker, controleerbaarder. Filosofie, daarvan wordt vaak gezegd, het is de moeder van alle wetenschappen. Dus het stelt zich grensvragen die wel nuttig zijn, maar toch minder exact te beantwoorden. Wat is rechtspositivisme? Rechtspositivisme, dat komt van een hybride woord. Hè, recht, dat kennen we allemaal. En positivisme komt uit het Latijnse ponere, poneren. En met rechtspositivisme als combinatie bedoel je dan dat het recht is wat als zodanig is geponeerd, gepositiveerd, door de bevoegde instanties. En dan moet je voornamelijk denken aan de wetgever en de rechten. Dus als je wil weten wat het Nederlandse recht is volgens het positivisme, moet je kijken in de Nederlandse wetboeken en de Nederlandse jurisprudentie. En wat wordt er bedoeld met de natuurrechtsleer? En de natuurrechtsleer, die zegt nee, als je wil weten wat het recht is en inhoud, moet je niet kijken in de wetboeken en de jurisprudentie, maar je moet kijken naar de natuur van de mens, hè, vandaar natuurrecht. En als je weet wat de menselijke natuur inhoudt, kan je ook vanuit je leunstoel, zoals ik hier zit, beredeneren wat voor soort regels er in de samenleving noodzakelijk zijn voor een menswaardig bestaan. Bijvoorbeeld de mensenrechten. En de natuurrechtstheorie zegt, je hebt die rechten van nature als mens bij je geboorte, ongeacht of het in de wetboeken staat of niet. En als het niet in de wetboeken staat, dus een positief rechtsstelsel dat de mensenrechten consequent schendt, zou Raadboek zeggen, dan is het niet recht in eigenlijke zin. Wat houdt de instrumentalisering van het recht in? Dat betekent, zoals het woord al zegt, dat je het recht als instrument gebruikt. En vooral om de samenleving te sturen door middel van het recht. En dat is in feite in toenemende mate gebeurd in de loop van de 20e eeuw. Dus in de 19e eeuw had je de zogenaamde nachtwakersstaat, waarbij de overheid zich terughoudend opstelde en alleen maar de voorwaarden voor een vrije samenleving gaf. En de burgers moesten het daarna zelf verder invullen, via arbeidscontracten en zo. Dat had allemaal nadelen, bijvoorbeeld de zwakke partij, de arbeiders, die hadden geen sterke onderhandelingspositie bij een arbeidscontract. En er ontstond een enorme verpaupering. Dus toen men zich daarvan bewust werd, is de overheid meer gaan ingrijpen om dat te corrigeren. En dat is uiteindelijk geculmineerd in onze verzorgingsstaat na de Tweede Wereldoorlog. Via het recht, via WHO, AWW. Dus het recht is als instrument gebruikt om de maatschappij te veranderen. En is er een samenhang tussen de instrumentalisering van het recht en rechtssociologie? Ja. Naarmate het recht meer ingrijpt in de samenleving, wil je ook meer weten van de wisselwerking tussen recht en samenleving. Dus de overheid heeft de pretentie te sturen. En dan kan de rechtssocioloog nagaan, maakt het recht die pretentie wel waar? En tegenwoordig heerst er ook veel meer bescheidenheid over die mogelijkheden. Niet alleen door de rechtssociologie, maar ook omdat je ziet dat het vaak niet werkt. Of bijvoorbeeld dat het recht onbedoelde bijeffecten heeft. Met de verzorgingsstaat bijvoorbeeld dat het mensen hun verantwoordelijkheid afneemt en ze gaan achterover in hun leunstoel leunen. Ja. En dat was niet de bedoeling. En is het nou zo dat, stel dat het recht toch enigszins de samenleving zou kunnen beïnvloeden, of datgene wat er gebeurt in de samenleving, is het ook andersom? Is het ook zo dat datgene wat gebeurt in de samenleving het recht beïnvloedt? Ja. Maar dus niemand zou beweren dat het recht de samenleving niet beïnvloedt. Hè? Alleen misschien minder utopisch dan men zou denken, maar de samenleving zoals die nu is, zou onbestaanbaar zijn zonder recht. Dat is veel te gecompliceerd en daar heb je juridische structuren voor nodig. Dus dat is één kant. Omgekeerd, natuurlijk vertalen maatschappelijke veranderingen zich weer in het recht. Bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld is de cyclus in 100 jaar van onze zedenwetgeving.
Dus in de eind 19e eeuw kreeg je het nieuwe wetboek van strafrecht, 1986. En dat was nog liberaal. Daarna kreeg je in de tussentijd emancipatie van de katholieke en protestantse middenstand. Die kregen meer stemmen in de Kamer. En dus politieke macht. En in 1911 is de zedenwetgeving ook veel christelijker geworden. En overspel werd verboden en pornografie en noem maar op. Dat is heel lang, werd genoemd aanstootelijk voor de eerbaarheid. En dat daarmee werd bedoeld een objectieve norm, want iedereen was toen christelijk. Nou, in de jaren 60 kreeg je een enorme culturele revolutie. Mensen braken uit het zuilensysteem. Onder andere doordat je televisie kreeg. Dus een katholiek die wist ook wat een socialist dacht. En doordat mensen welvarender werden. Dus ze waren niet meer gebonden aan die sociale zuilen. Enorme culturele revolutie en ook seksuele revolutie. Dus mensen gingen zich veel vrijer gedragen. En dat zie je dat de Hoge Raad dat heeft gevolgd. Bijvoorbeeld bij de term aanstootelijk voor de eerbaarheid. Dacht de Hoge Raad in de loop van de jaren 60, 70 niet meer aan een objectieve christelijke norm. Maar dat werd gesociologiseerd. De Hoge Raad ging kijken waar neemt men, en dan werd gedacht aan een belangrijke meerderheid, in feite aanstoot aan. En daarna werd het nog liberaler. En werd op een gegeven moment gezegd, ja kijk, als jij vrijwillig naar een bioscoop gaat en je ziet daar porno en je neemt de aanstoot aan, dan is het je eigen verantwoordelijkheid, had je maar niet moeten gaan. Dus uiteindelijk, in de loop van de jaren 70, zei de Hoge Raad, het is niet meer een christelijke norm die onzedelijkheid absoluut verbiedt, bijvoorbeeld in porno, maar eigenlijk alleen, je bent vrij te doen wat je wil, behalve als iemand jou onvrijwillig confronteert met porno, dan is het pas verboden. En dan moet je natuurlijk nog kinderen, hè, kwetsbare groepen beschermen. En tenslotte in 1984 is de hele wetgeving hervormd. En kwam men weer terug op het liberale beginsel van 1886. Je mag alles doen tenzij je anderen schaadt of zware aanstoot geeft. Dus het recht heeft daarmee heel mooi de maatschappelijke gebeurtenissen gevolgd. Daarmee zie je eigenlijk ook iets heel anders grappigs. Dat maatschappelijke ontwikkelingen niet in één lijn lopen. Hè, van bekrompen christendom naar bevrijding. Maar het is een golfbeweging vaak. Ja. Wat is het verschil tussen legitimiteit en legaliteit? Dat hangt er, dus een definitiekwestie. Maar ik zou legitimiteit definiëren als redenen waarom je, als je toepast op het recht, waarom je dat recht als gezaghebbend beschouwt, waarom je eraan wil gehoorzamen. Legaliteit is daar een specificatie van die zegt, een rechtsorde is legitiem als hij legaal is. Dat wil zeggen, volgens de formeel juiste procedure tot stand is gekomen. Maar ik zeg al, dat is een specifieke toespitsing van legitimiteit. Want iemand die een natuurrechtsaanhanger is, zoals Raadboel, die zou zeggen, stel nu dat de Hitlerwetten, anti-Joodse wetten, legaal tot stand zijn gekomen, maar ze schenden de mensenrechten, dan is het nog steeds niet legitiem. Dus legaliteit wordt eigenlijk typisch bij het model van legitimiteit van de nachtwakerstaat van de 19e eeuw. Dus wij zouden tegenwoordig zeggen, legaliteit is een noodzakelijke voorwaarde voor legitimiteit, maar niet een voldoende voorwaarde. He, dus een rechtsstaat veronderstelt dat de regels legaal tot stand zijn gekomen volgens de nette procedure, maar er komen nog bijkomende eisen voordat het volledig legitiem is. Bijvoorbeeld, het moet democratisch tot stand zijn gekomen, het mag de mensenrechten niet schenden, enzovoort, enzovoort. Wat wordt bedoeld met perfectionisme? Die term zegt het zelf eigenlijk ook al. Het is een visie op de taak van recht en staat. Namelijk, via het recht moet de overheid de burgers perfectioneren tot deugdzaam mens. En dat betekent dus dat je via het recht ook diep ingrijpt in het persoonlijke leven, dat er weinig vrijheid overblijft. Want het staat al van tevoren vast hoe je hoort te leven. Bijvoorbeeld, een katholieke overheid zal zeggen, nou, je moet de 10 geboden gehoorzamen en de paus. Een islamitische perfectionist zal zeggen, het recht moet de sharia opleggen, tot bestwil van iedereen. En een seculiere versie zou kunnen zeggen, nou, je moet de waarde van de morele meerderheid van dit land volgen.
Dus in die zin staat perfectionisme tegenover liberalisme, hè, liber, waarin de individuele vrijheid centraal staat. En de taak van overheid en recht is dan de voorwaarden te scheppen dat jij vrij je eigen leven kan inrichten. Dus de overheid moet zorgen dat je geld en gezondheid hebt en vrijheidsrechten. Maar hoe je dat invult, wat je met je geld doet en wat je met je vrijheid doet, is jouw verantwoordelijkheid. Tenzij met als grens dat je anderen niet mag schaden. Maar er is nog een complicatie, want je hebt ook liberaal perfectionisme. En dat houdt in, je bent eigenlijk pas perfect als je een autonoom individu bent. Maar daar zijn allemaal voorwaarden aan verbonden. Hè? Dat je ook voldoende informatie hebt. Dat je als vrouw niet wordt onderdrukt door mannen en dus eigenlijk geen keuze hebt. Goed, maar dat is dus een. Dan gaan we het misschien nu even te gecompliceerd maken. Wat bedoelen mensen die zeggen dat we in het postmoderne tijdperk leven? Alweer, de woorden zeggen dat het post is na, modern is modern. Nou, modernisme, dat staat voor een stroming, culturele stroming vanaf de verlichting of vanaf de opkomst van de wetenschap. En het idee daarachter is, dankzij de wetenschap heeft men de mensen beheersing over de wereld. Dus we hebben realistische kennis en op grond van die realistische kennis kunnen we naar de maan vliegen, kunnen we zorgen dat we lang leven en niet ziek worden. Dus voor het eerst hebben we greep op ons leven en hoeven niet meer te bidden of in de Bijbel te kijken. En dat hangt, dan kan je die wetenschappelijke kennis verbinden met een moreel ideaal, namelijk je hebt pas een menswaardig bestaan als je met behulp van die realistische kennis zelf je eigen leven inhoud geeft. En daar wordt dan wel gezegd, dat is een groot verhaal over de autonome mens waaraan mensenrechten verbonden zijn. En dat is eigenlijk mislukt in de loop van de 20e eeuw door de Tweede Wereldoorlog met zijn westerse agressie, het misbruik van techniek, de moord op de Joden. En eigenlijk moeten we niet meer in die grote verhalen geloven, de mens is helemaal niet zo autonoom. En dan krijg je postmodernisme die zegt eigenlijk... is het modernisme, is geen waarheid, maar wat ervoor komt is ook geen waarheid. De katholieke middeleeuwen is ook geen waarheid. Er bestaat helemaal geen waarheid, het is allemaal maar relatief. En het enige wat we nu kunnen doen is daar een beetje mee spelen in de menselijke werkelijkheid. En iedereen heeft zijn eigen waarheid. Overigens wordt er dan vaak voor de rechtsfilosofie wel weer dezelfde conclusie aan verbonden als... In de verlichting namelijk, als iedereen zijn eigen waarheid heeft, moeten we dus de vrijheid hebben om allemaal daarmee zelf te kunnen spelen. Dus je krijgt diezelfde mensenrechten met vrijheid van meningsuiting en democratie krijg je weer terug. Is het een... Maar postmodernisme is dus veel minder eenvormig. Hè? Als je naar de architectuur kijkt, waar het eigenlijk vandaan komt, dan kan je zeggen, modern dat is de Bijlmer. Want dat is het idee van de functionele stad. Hier werk je en daar slaap je, dan heb je allemaal groen. En dat is allemaal heel rationeel bedacht. En uiteindelijk blijkt dat niet te werken. Want het verloedert daar, eigenlijk verveel je rot daar 's avonds. Het is optimistisch gedacht dat je in die galerijen, dat iedereen daar netjes samenleeft. Maar in feite krijg je grote onverschilligheid. En het postmodernisme is dat je dat laat vallen, ook die stijl van moderne functionele architectuur. En dat je weer gaat spelen met allerlei verschillende stijlen door elkaar. En een voorbeeld is... Westerpaar. Ja. Dus het opeenstapeling van stijlen, weer gebruiken van ornamenten. Maar dan van alle oude stijlen kan je door elkaar doen. Ja. Wat is vrijheid? Dat is ook een heel gecompliceerd begrip. Om het simpel te beginnen. Hè? Stel, jij wil nu in de tuin gaan voetballen en je kan dat doen. Dan heb je actuele vrijheid om jouw wensen te vervullen. Maar het is ingewikkelder als we het nu even overplaatsen naar religie. Hè? Je bent katholiek en de staat is katholiek, is perfectionistisch katholicisme. En jij mag dus katholiek zijn zoals je wilt. Actuele vrijheid. Er zit natuurlijk een probleem in. Namelijk, stel nu dat je ineens wordt bekeerd op protestantisme of je wordt atheïst zoals Ayaan Hirsi Ali. Dan zegt die staat nog steeds, nee, je moet per se katholiek zijn. Dus dan heb je geen vrijheid. Daarom zeg je wel, actuele vrijheid is geen echte vrijheid.
Je bent pas echt vrij als je keuzevrijheid hebt. Dat wil zeggen, het recht laat jou de vrijheid om en katholiek te zijn, en protestant, en joods, en atheïstisch. Ook alle toekomstige mogelijke keuzes moeten open voor je zijn. Dan ben je pas echt vrij. Dan kan je het nog gecompliceerder maken. Want stel nu dat je echt vrij bent om alles te doen wat je wil. En je wil rechten studeren, maar je wil eigenlijk ook voetballen. En je wil naar de wekeningsfeesten gaan in de Westerparkpubliek en 20 ecstasypillen slikken. Dan zijn dat onverenigbare wensen als je het allemaal tegelijk wil doen. Dus je moet daar een rangorde in aanbrengen. En als niet de overheid dat doet en jou wil perfectioneren, maar je doet dat zelf. Dus je zegt, nou, ik wil toch een goed jurist worden. Dus ik neem vanavond maar 1 ecstasypil en niet 4. Dan vertaal je vrijheid in autonomie. Hè? En dat betekent het ideaal van zelfbepaling. Je brengt zelf een hiërarchie in je wensen in op de langere duur. En je zorgt dat je wens op de lange termijn, dat je daar je kortstondige wensen aan ondergeschikt maakt. Wat zijn eigenlijk de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat? Ik denk dat je de huidige Nederlandse recht en het recht van de meeste westerse rechtsorders kan terugbrengen op de beginselen van vrijheid en gelijkheid, of gelijke vrijheid. Bijvoorbeeld als je naar de constitutie kijkt, klassieke vrijheidsrechten zijn een uiting van vrijheid en de sociale grondrechten zijn erop gericht dat iedereen ook gelijk gebruik kan maken van zijn vrijheid. De democratie, idem, iedereen heeft 1 stem. De rechtsstaat is ook bedoeld om de individuele burger bescherming te geven tegen de overheid. Dus individuele autonomie wil je gelijkelijk toedelen. Maar datzelfde zie je ook in het contractenrecht. Een contract is eigenlijk wils overeenstemming tussen gelijke partijen, idealiteit. En waar partijen niet gelijk zijn, corrigeert het recht dat, bijvoorbeeld in het huurrecht, het pachtrecht, arbeidsrecht. Dan wordt de zwakkere partij iets sterker gemaakt. Dus in een hele hoop rechtsgebieden kan je op die manier volgens mij herleiden op vrijheid en gelijkheid. Ook het familierecht is ook op die manier, in plaats van een dynastiek familierecht, steeds meer het recht van autonome individuen geworden. Recht ook van natuurlijke kinderen tegen de traditionele institutie van het huwelijk in, om maar wat te noemen. Homohuwelijk. Maar die vrijheid wordt voorafgegaan aan het bestaan van een autonoom individu die autonome keuzes kan maken. Bestaat dat eigenlijk wel? Autonomie? Dat is de vraag hoe serieus je het neemt. Natuurlijk zal voor een buitenstaander jouw gedrag en mijn gedrag veel voorspelbaarder zijn dan je zelf denkt. En dat wijst erop dat misschien heel veel van wat jij doet causaal bepaald is door je milieu en door je vrienden. En dat je eigenlijk helemaal niet zo autonoom bent. Hè? Als je kijkt nu naar welke kleren wij dragen, dan lijkt dat enorm op elkaar. En 10 jaar geleden zouden we heel anders eruit zien, maar ook enorm op elkaar lijken. Dus we zijn eigenlijk veel conformistischer dan je denkt en helemaal niet zo autonoom. En je kan natuurlijk dan weer binnen kleding allerlei groepen aanwijzen. Hè? Dus artistiekelingen en kakkers en noem maar op. Maar dat zijn toch weer steeds groepen waar je mee identificeert. Dus dat je nou zo'n uniek individu bent, hè, dat is heel twijfelachtig. Niettemin kan je tussen al die groepen wel kiezen. En je kan soms ook een keuze maken, als je katholiek bent opgevoed door je ouders, dat je van je geloof afvalt of naar een andere kerk overstapt of boeddhist wordt of noem maar op. Dus een betrekkelijke vrijheid om te veranderen heb je wel. Je gaat niet op in je sociale rol of in je ouderlijk milieu. En je kan nadenken ineens een wending aan je leven geven. Dus iedereen kan zien dat die mogelijkheid er is. En als je autonomie nou bescheiden definieert als dat je ruimte hebt om op grond van eigen overwegingen zelf nieuwe keuzes te maken, dan zijn we dat. Ook al moet je misschien toegeven dat zo'n nieuwe keuze ook al wel weer misschien wel weer voorspelbaar was. Maar voor het recht denk ik dat ook bij zo'n zwakke definitie, hè, als je het daarmee eens bent, dat het recht jou dan de ruimte moet geven om je te bekeren. En het is onvoorspelbaar hoe mensen zich, hoe alle burgers zich zullen bekeren. Dus dat betekent toch een open veld, een vrijheidsrechten. Dat betekent een privésfeer waarin je zelf je eigen leven kan bepalen.
Staat het communitarisme gelijk aan conservatisme? Niet per se. Communitarisme staat voor gemeenschapszin. En het idee dat je in een gemeenschap meer waarde nodig hebt dan alleen gelijke vrijheid en iedereen doet wat hij zelf wil. Communitaristen zeggen dan dat leidt eigenlijk alleen maar tot egoïsme, ieder voor zich. Dus we moeten toch meer banden hebben. Ik denk dat de echte communitarist zegt dan, ja, die banden kunnen niet zomaar toevallig ontstaan en van boven worden opgelegd, maar dat moeten doorleefde banden zijn. En dat betekent traditionele banden die van generatie op generatie zijn overgeleverd. En dan neigt het natuurlijk naar conservatisme. Naar het kijken naar het verleden. Maar het is niet per se nodig. Je hebt ook linksere communitaristen zoals Etzioni. En die zegt gewoon, ja, mensen moeten gemeenschapszin hebben in de zin van solidariteit. En wat meer van hun vrijheid inleveren. Maar dat betekent niet per se dat ze zich ondergeschikt moeten maken aan conservatieve waarden. Conservatieve waarden hebben vaak ook een hiërarchie in zich, hè, tussen man en vrouw. En je moet als arbeider beleefd je pet afnemen voor de fabrieksdirecteur. En modern communitarisme is meer broederschap, hè, iedereen is gelijk. En een rolmoraal, zou die verenigbaar kunnen zijn met een liberale samenleving? Jawel, nou ja, ja, maar alleen zijn die rolmodellen die je hebt wat magerder geformuleerd en laten meer over aan jouw vrijheid. Maar bijvoorbeeld dat jij als ouder de rol hebt jouw kinderen op te voeden tot autonoom wezen en je ze niet mag slaan en ze niet als slaaf mag gebruiken om inkomen te krijgen, dat hoort natuurlijk bij je ouderrol. Dus het is nog steeds een rol, alleen in een liberale samenleving zou het recht niet ja, die rol heel vet invullen. Hè? Je moet je kinderen per se katholiek maken. Nee, dat is je eigen verantwoordelijkheid. Op welke manier hangen het liberalisme en de marktvrijheid samen? Nou, liberalisme alweer betekent van liberale vrijheid, dus inclusief marktvrijheid. Dat betekent dat je vrij bent contracten te sluiten en de overheid moet op een afstand blijven staan en alleen zorgen dat de markt goed functioneert. Dus geen monopolies en geen kartels enzovoort. Dus in die zin is het in contrast met communisme, wat zegt nee, eigenlijk moet je helemaal geen individuele overeenkomst en individuele eigendom hebben. Alles is van ons allemaal en de overheid verdeelt het naar ieders behoefte. Nou, die totale marktvrijheid van het liberalisme hadden we in de 19e eeuw. Maar daar hadden we het al eerder over. Dat loopt mis, want als je bijvoorbeeld er is te veel aanbod van arbeid, dan kan de werkgever de beloning zo laag stellen. Ja, de arbeider moet natuurlijk niet doodgaan, want dan zijn er geen arbeiders meer. Maar meer concessies hoef je ook niet te doen. Dus als arbeider werk je 16 uur per dag en heb je misschien een paar dagen zondagen vrij in het jaar. Maar dat betekent eigenlijk dat je je helemaal verkoopt in het arbeidscontract en geen vrijheid overhoudt. En ook het arbeidscontract is eigenlijk niet vrij gesloten, want het is door één kant gedicteerd. Dus ook liberalen hebben toen ingezien op grond van ervaring dat marktvrijheid ertoe kan leiden dat er in feite van je materiële vrijheid heel weinig overblijft. Dus is dan de conclusie, nou, het recht moet ook zorgen dat je gelijk onderhandelingskansen hebt. Bijvoorbeeld door vakbonden een zware stem te geven of door arbeidscontracten verplicht te verklaren, CAO en de sociale voorzieningen. Dus een liberaal kan zeggen, de overheid moet ingrijpen in de marktvrijheid om gelijk onderhandelingspositie te geven. Maar het is nog steeds liberaal, want het gaat alleen maar om die onderhandelingspositie en wat je verder met je vrijheid doet is nog steeds vrij. Dus overheid denk je niet katholiek te worden. En de doelstelling van bijvoorbeeld Marx was ook dat mensen in vrijheid hun eigen leven konden verwerkelijken. En ja. Voor hem was het middel daartoe het communisme. Ja. Dat is eigenlijk eenzelfde doelstelling als bij een liberale samenleving. In zekere zin. Maar Marx is heel utopisch. Dus hij gaat uit van een conflictmodel, hij klassenstrijd. Dus je bent lid van een economische klasse en die bepaalt je hele manier van leven en denken. Maar er is een inherente strijd tussen slaven en meesters of arbeiders en werkgevers. Maar als die de arbeiders eenmaal gewonnen hebben, dan is het ook afgelopen met de klassenstrijd, is zijn utopie.
dankzij de wetenschappelijke revolutie en de toegepaste wetenschap en de industrie is er geen schaarste meer. Dus we hebben allemaal genoeg. Dus het conflict tussen jou als individu en gemeenschap houdt op en het conflict tussen individuen houdt op. En we zijn zowel vrij als gemeenschapswezen. Dat is een utopie, dat is natuurlijk heel mooi, dan heb je alles. Mm-hmm. Maar de vraag is of dat in de werkelijkheid lukt. Dus zelfs als er geen schaarste zou zijn aan geld, zullen mannen en vrouwen nog steeds competitie hebben over de ene leuke partner die beschikbaar is. Ja. Dus die competitie blijft er nog steeds. En ook tegenstrijdige verlangens van verschillende mensen die je niet allemaal tegelijk kan vervullen. Dus laten we zeggen schaarste blijft. En dan blijft er dus ook een inherent conflict tussen verschillende individuen en individuen en wat de meerderheid eist. En dat kan je eigenlijk, dat kan het communisme niet oplossen, behalve door dwang door de overheid. Hè. Dus het liberalisme erkent dat er conflicten kunnen zijn en probeert dat te reguleren. Het communisme in zijn utopische eindfase ontkent het gewoon, maar lost dus ook niks op. Ja. Locke heeft eens gezegd dat waar geen wet is, geen vrijheid kan zijn. Bent u het daarmee eens? Ja. Anarchisten zouden denken van niet, hè? Anarche, er is geen heerschappij nodig. En dat gaat uit van het idee van dat de mens van nature goed is en dat overheidsdwang jou frustreert en dat je juist slecht wordt en egoïstisch door die dwang. En dus je hebt dat ook met de anti-autoritaire opvoeding, het idee dat als je kinderen maar van nature hun eigen gang laat gaan, dan komt het allemaal goed. Eigenlijk ook niet met studiehuizen. Als je kinderen maar gewoon leuk laat spelen met computers, dan komt het allemaal vanzelf goed. Dat lijkt me ook utopisch, hè? Dat is bij Marx. Dus als je ervan uitgaat dat mensen van nature goed zijn en er geen conflicten zijn, en mensen zijn bereid de hele tijd compromissen te sluiten, dan heb je misschien geen recht nodig, want dan zijn die sociale verinnerlijkte normen genoeg. Je zou nog steeds recht nodig hebben, maar alleen voor die coördinerende functie. Hè? Dus iemand moet zeggen, we rijden allemaal links of rechts, anders krijg je botsing. Maar geschilbeslechting is eigenlijk niet meer nodig, die functie niet, want we hebben geen geschillen, want we zijn allemaal goed. Dat lijkt me optimistisch. Dus als je naar, ik weet niet als jij doen meisjes dat ook? Als ze als kind experimenteren in de tuin, mieren hun vleugeltje uittrekken, ja, en zeker, zo. Ja. Nou, en kinderen zijn ook heel vreed. Hè? Ja. Er is iemand met rood haar, dus vuurtoren. Ja. Dus ik denk dat je redenen hebt dat het aannemelijker is dat je als ouders kinderen discipline moet bijbrengen. Dus geen kadaverdiscipline, maar wel dat je hun moet leren rekening te houden met anderen en dat dat niet vanzelf komt. Dus daar moet je al af en toe sancties geven. En bij een aantal kinderen zal dat niet lukken, die opvoeding. Dus zal de overheid hun nog steeds moeten verhinderen moorden te plegen of te stelen. Of als dat niet lukt, ze uit de maatschappij te halen. Dus minstens een strafdreiging te hebben. En dat geldt niet alleen voor echte boeven, maar ik denk voor ons allemaal. Dus iedereen die zijn belastingformulier invult en denkt nou, de inspecteur gaat dit jaar niet controleren, want de computersysteem ligt bij hem plat, zal geneigd zijn te sjoemelen. Ja. Of als je haalt de conducteur weg op de tram en eerst doe je nog netjes je kaartje, maar je ziet dat niemand anders het doet, op een gegeven moment stop jij ook. Dus in iedereen zit ook, ook al gedraag je normaal netjes, zit een potentiële boef. Tot een bepaalde hoogte. En eigenlijk zijn we allemaal blij dat er een overheid is die dat in toom houdt. Betekent dat dat mensen inherent opportunistisch zijn? Mede. Als uitgangspunt. Dus ik bedoel niet dat iedereen de hele tijd opportunistisch is. Hè? Ik denk dat heel veel mensen uit zichzelf aardige dingen doen en hun buren helpen en Japanners hier de weg wijzen. Zonder dat ze daar voordeel van hebben. Gewoon wederkerigheid en je denkt, ik ben een tijd in Japan geweest, mensen waren heel aardig voor mij, nou dat doe ik terug. Maar iedereen is ook deels een opportunist en als het de gelegenheid maakt het dief, als het je te makkelijk wordt gemaakt of te veel andere mensen zijn opportunistisch. Hè? Dus ik ben niet opportunist, maar iedereen maakt de hele tijd misbruik van mij. Ik steel nooit een fiets, maar de hele tijd wordt mijn fiets gestolen. En ik heb de gelegenheid weer een fiets te stelen, ja op een gegeven moment ga je meedoen.
Toen Aristoteles de verdelende rechtvaardigheid definieerde, Ja. had hij toen gelijkheid op het oog, zoals dat nu in artikel 1 van onze grondwet staat verwoord? Nee, Aristoteles heeft een definitie gegeven voor verdelende rechtvaardigheid, die heel beroemd is geworden, namelijk je moet gelijke gevallen gelijk behandelen en ongelijke gevallen ongelijk. Maar dat is een lege formule, omdat hij nog niet zegt welke gevallen als gelijk gelden. Dus je moet eerst aangeven in welk opzicht een geval op een ander lijkt, hè, relevantiecriteria. En Aristoteles bedoelde ermee niet eens mee dat alle mensen op zichzelf gelijk zijn. Daar had hij een beetje ingewikkelde redenering voor. Hij zei, wat is nou een mens? Nou, een mens onderscheidt zich van het dier door het bezit van de reden. Maar redelijkheid is verschillend verdeeld over mensen. Bijvoorbeeld, mannen zijn echt rationeel, maar vrouwen denken met hun baarmoeder. Ja. Dus een vrouw moet je vooral nooit politieke macht geven en ook geen economische macht. Maar die moeten thuis voor de kinderen zorgen, die zijn meer emotioneel. Eén, hè, dus man en vrouw zijn ongelijk, dus verschillende rechten. Vrouwen moeten ook niet studeren, wat bij ons tot in de 20e eeuw gold. Eén, maar ook alleen Grieken, hè, zoals Aristoteles zelf, waren rationeel. Maar vreemdelingen, barbaren noemde hij dat, die waren ook blokken meer uit de lichaamskracht. Dus die waren van nature geschikt voor slaaf. En die moeten hun meester gehoorzamen zoals het lichaam de geest. Dus Aristoteles zei wel, je moet gelijke gevallen gelijk behandelen. Maar hij zei tegelijkertijd, je moet mensen juist ongelijk behandelen. Want er zijn principiële verschillen tussen mensen. En in welke zin hangt dat ook dus, samen? En onze, dat was jouw vraag, ons artikel 1 van de grondwet zegt, alle in Nederland moeten in gelijke gevallen gelijk behandeld worden. Maar dat alle betekent alle mensen. Dus het gaat al uit van de principiële gelijkwaardigheid van alle mensen, van mannen en vrouwen. En dat zie je ook in de tweede volzin. Dan wordt discriminatie verboden op grond van religie of geslacht. Dus al dat die ongelijkheid tussen mannen en vrouwen, die Aristoteles bepleitte, wordt in de artikel 1 van onze grondwet verboden. Dus wij hebben in artikel 1 gekozen voor Aristoteles' definitie van democratie in samenhang met gelijkheid, met verdelende rechtvaardigheid, pardon. Dus wij hebben een invulling gegeven aan het idee van je moet gelijke gevallen gelijk behandelen, met een liberaal uitgangspunt, namelijk dat alle mensen als individuen gelijkwaardig zijn. En dus gelijke basisrechten hebben. Welke samenhang is er dan met maar in feite is dat dus een keuze, want geen enkel mens is volledig gelijk aan een ander. Hè? Dus zelfs eeneiige tweelingen, ja, die zijn nog een beetje verschillend. Ja, maar hoe hangt dat samen met democratie? Als je uitgaat ervan dat iedereen gelijkwaardig is, dan zeg je dus, nou, aan de ene kant heeft iedereen recht op zijn eigen vrijheid in zijn privésfeer, maar er moeten ook collectieve besluiten worden genomen die ons allemaal raken. En democratie zegt dan, nou, hoe doe je dat? Niet doordat de dictator zegt wat goed voor ons is, maar doordat we er allemaal één stem hebben. Dus dat is democratie. Nou, als we het allemaal eens waren, was dat makkelijk. Dat zijn we niet. Dus moet je weer een bijkomend criterium hebben voor het geval je van mening verschilt. En dat is dan het meerderheidscriterium. Met een nadeel vanuit het idee dat iedereen één stem heeft. Want de meerderheid kan nou een minderheid of een individu onderdrukken. Maar daar heb je dan weer een check tegen door via de rechtsstaat, hè, met de mensenrechten en constitutionele toetsing. Dan kan je de enkeling beschermen tegen de dictatuur van de meerderheid. Zou Hart artikel 1 van de grondwet beschrijven als een primaire regel? Wat is dat, een primaire regel? Ik zou het niet weten. Nee, dus dat zullen we uitleggen voor de Kamer. Hart die maakt een onderscheid tussen primaire en secundaire regels. En eigenlijk hebben we dat onderscheid al gehad zonder het zo te benoemen. Met primaire regels bedoelt die regels die direct voorschrijven hoe je moet gedragen. En secundaire regels zijn regels, over die primaire regels. Bijvoorbeeld, hoe komen ze tot stand? Nou, de wet op de rechterlijke organisatie is een voorbeeld van regels die de bevoegdheid verlenen aan de rechter om in een concreet geval een regel te maken, te verzinnen, hè, om een oplossing te verzinnen. Nou, nu vraag je, is artikel 1 van de grondwet een primaire regel? Misschien is het regelbegrip hier moeilijker van toepassing en kan je bij gelijkheid liever spreken van een beginsel
het verschil tussen een regel en een beginsel is in theorie, een regel zegt je hou links en een beginsel zegt meer in het algemeen moet je mensen behandelen als gelijkwaardige personen. En dan moet je nog uitvinden wat dat in de praktijk betekent. Nou, artikel 1 van de grondwet zou ik toch, als ik moest kiezen met het pistool op een borst voor primair of secundaire regels, zou ik zeggen primair, want het zegt iets over hoe je mensen moet behandelen. En met name artikel, de tweede volzin, het discriminatieverbod, zegt dit mag absoluut niet. Dus het is eerder een primaire regel, zij dat die heel globaal is qua inhoud. Zou Hart het gelijkheidsbeginsel zien als een regel van het minimale natuurrecht? Nee. Je vraagt nu door over Hart. Hè? Hart die is een rechtspositivist, dat hebben we al eerder gehad. Rechtspositivisme betekent dat je zegt dat je het recht laat samenvallen met het positieve recht, het geponeerde recht. Welke inhoud de gezagsdragers, rechter, wetgever er ook aan geven. Maar Hart maakt dan één voorbehoud, die zegt nou in elk rechtsstelsel, waar dan ook, zal je wel minimale regels hebben die noodzakelijk zijn om de samenleving in stand te houden, gegeven de menselijke natuur. Dus vandaar minimaal natuurrecht. En dat minimale zit bij Hart erin dat hij zegt, nou, over de interpretatie van wat de mens nou is, daar kan je eindeloos van meningsverschillen. Aristoteles zei dat vrouwen en mannen ongelijk zijn, onze grondwet zegt dat ze gelijk zijn. Nou, daar kom je nooit uit. Maar één ding, daar zijn we het allemaal over eens. Alle mensen streven naar overleving. Goed, je hebt een paar zelfmoordenaars, maar daar is het recht niet voor. Gegeven dat we allemaal willen overleven in omstandigheden van schaarste, betekent dat dat we minstens, als we vreedzaam willen samenleven, een verbod moeten hebben op moord. Hè, want als je dood bent, dan heb je ook geen recht meer nodig. En een bescherming van eigendom, want als je daar de hele tijd over vecht, is er ook geen samenleving meer. En de institutie van de overeenkomst om eigendom over te dragen op een vreedzame manier. En dan bovendien, omdat wij niet engelen zijn, maar ook mede slechte dingen kunnen doen, hebben we sancties nodig om de slechteren in het gereel te houden. Die basisregels heb je in elke samenleving. Nou was jouw vraag, impliceert dat gelijkheid? Nee, zegt Hart, want wat Hart doet is meer een beschrijvende sociologische theorie over de voorwaarden van vreedzaam samenleven. En hij zegt, in de praktijk heb je heel veel samenlevingen waar dit soort regels zijn, maar ongelijk verdeeld en ze kunnen toch doorbestaan. Bijvoorbeeld, oude Griekenland, slavernij. Je hebt zelfs samenlevingen zoals Zuid-Afrika waar een blanke minderheid is en een gediscrimineerde zwarte meerderheid. Nou, het kon toch heel lang doorbestaan, terwijl er toch ongelijkheid was. Dus het is denkbaar dat bijvoorbeeld de eigendomsinstitutie vooral geldt voor een elite, die erkennen elkaars eigendom. Maar je hebt ook slaven, nou die hebben geen eigendom, maar die zijn objecten, die zijn zelf eigendom, die zijn eigendom, hè? Die hebben het niet, maar die zijn het. Dus ongelijkheid, die wederzijdse beperkingen beperken zich alleen tot een elite, toch blijft de samenleving doorbestaan. Dus minimaal natuurrecht, maar ongelijkheid en onrechtvaardigheid in liberale ogen. Op welke wijze komen vrijheid en gelijkheid samen bij Rawls' theorie over rechtvaardigheid? Rawls is echt misschien een van de mooist uitgewerkte liberale theorieën in de moderne zin. En bij hem is een heel mooi evenwicht tussen vrijheid en gelijkheid. Het is omstreden, maar hij probeert daar toch een heel mooi evenwicht in te vinden. Wat hij doet is de oude theorie van het sociale contract weer van stand te halen. Het idee van het sociale contract gaat al uit, hè, van dat wij allemaal gelijke autonome individuen zijn die op zichzelf nergens aan gebonden zijn. Nou, waarom zouden we dan het recht gehoorzamen? De theorie zegt dan, nou, we hebben allemaal redenen te gehoorzamen aan de rechtsorde op voorwaarde dat wij elk als individu redelijkerwijs ermee zouden kunnen instemmen. Dus een contract. En dat die gedachtegang volgt Rawls ook. Hè, die zegt, nou, wat is nou een rechtvaardige samenleving? Een samenleving waar wij allemaal mee zouden kunnen instemmen in de hypothetische, de denkbeeldige situatie dat we allemaal vrij waren en niet onderdrukt en volledig geïnformeerd. Maar dat volledig geïnformeerd moet je weer kwalificeren, want Rawls
heeft een denkbeeldige besluitvormingsprocedure waarbij wij allemaal burgers opnieuw de samenleving gaan verdelen. Dus je hebt deze samenleving, dat is gewoon concreet, maar je weet nog niet denkbeeldig in die samenleving welk individu jij zal zijn. Dus ben je man of vrouw, ben je dom of slim, ben je oud of jong, dat weet je allemaal niet. Denkbeeldig heb je wat hij noemt een sluier van onwetendheid voor. Hè? Zo'n beetje zoals de blinddoek van vrouw Justitia. En dat verhindert dat je naar jezelf kan toerekenen. En positief gezegd, je kan in de positie van alle mogelijke burgers terechtkomen. Dus je gaat de samenleving zo inrichten dat die voor alle posities aanvaardbaar zal zijn. Want hypothetisch kan jij dat zijn. Hè? Jij kan heel lelijk zijn en heel dom en ziekelijk en noem maar op. Dan wil je toch nog zo goed mogelijk af zijn. Nou, vanuit die onpartijdige besluitvormingspositie gaat hij proberen te bepalen wat een rechtvaardige samenleving zou kunnen zijn. En dan zegt hij, nou, rechtvaardigheid vanuit die overlegpositie levert twee beginselen op. Ten eerste zullen we allemaal instemmen met de klassieke vrijheidsrechten. Waarom? Nou, omdat we nog niet weten in die toekomstige samenleving of je katholiek bent of joods of atheïst. Dus je moet de ruimte hebben voor alle mogelijkheden. Dat is dus de vrijheidsrechten. Ten tweede democratie. Hè. Je moet mee kunnen praten, allemaal gelijkelijk over de besluitvorming. Dan het tweede beginsel gaat over de verdeling van sociaal-economische goederen. Laten we zeggen inkomen. Nou, daar komt gelijkheid bij kijken. Hoe zou je dat nou gaan verdelen, hè, inkomen en vermogen, als je nog niet weet welke positie in de maatschappij jij zal innemen? Dus je kan ook, zou je in de positie van de minst bedeelde terecht kunnen komen, de uitkeringstrekker. En Rawls denkt dan dat we ervoor zullen kiezen dat we in principe alles gelijk verdelen, maar toch is het denkbeeldig dat je verschillen toelaat, dat ik meer verdien dan jij, maar alleen op de voorwaarde dat dat verschil niet alleen mij ten goede komt, maar ook jou. En met name, als het niet iedereen ten goede komt, tenminste bedeelde. Dus bijvoorbeeld, heel concreet, ik als hoogleraar mag best een ton verdienen per jaar, op voorwaarde dat ik dan ook gemotiveerd ben om mijn vak goed uit te oefenen en jou weer als student goed op te leiden. En jij wordt later een goede rechter en je verdient zelf veel, dus dat ik extra word beloond, sijpelt door tot jou en tot de samenleving als geheel. En dat kan ook een reden zijn om medisch specialisten heel hoog te belonen. Maar dus met die grens, met die voorwaarden dat het iedereen ten goede komt, en bijvoorbeeld bij de salaris van topmanagers, kan je daaraan twijfelen. Wat houdt de hermeneutiek in? Hermeneutiek komt ook uit het Grieks van Hermes. Dat was de god die boodschappen overbrengt. En het betekent dat je probeert te begrijpen wat ons motiveert. En hermeneutiek is begonnen als een methode om de Bijbel te interpreteren. Dus de meest primitieve methode om de Bijbel te interpreteren is, je neemt hem letterlijk. Dus de wereld is in 7 dagen geschapen en de slang heeft echt gesproken. Maar op een gegeven moment loop je dan tegenaan dat de letterlijke interpretatie onaannemelijk is. Hè? Net als met een wet letterlijk toepassen. Want er komen allemaal veranderingen waardoor het niet meer klopt. Hè? Bijvoorbeeld bij de Bijbelinterpretatie. Aan de ene kant staat in Genesis dat God de wereld in 7 dagen heeft geschapen. Maar je gaat er ook vanuit dat God volmaakt is en almachtig. Dus waarom heeft hij er dan 7 dagen over gedaan? Hè? Waarom niet tjik en de wereld is er? Ja. Nou, en in de theologie gaan ze dan proberen te interpreteren wat dan de juiste interpretatie is van die woorden die zijn overgeleverd en die Gods boodschap inhouden. En een oplossing is dan, ja, vanuit het goddelijke perspectief was het een oneindig klein moment, maar vanuit het menselijke perspectief is het 7 dagen. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk voor interpretatie van wetten die soms 200 jaar oud zijn. Hè? De Amerikaanse Bill of Rights is 200 jaar oud. Gelijkheidsbeginsel, maar in dezelfde tijd had je slavernij. Wat betekent dat nou voor de positie van zwarte nu? Dus dat moet je gaan interpreteren. En hermeneutiek is dat je probeert de boodschap ergens uit te halen. Dat is heel moeilijk, omdat teksten en menselijk gedrag veel duidelijk is. Dus hermeneutiek is typisch een methode voor de menswetenschappen tegenover de natuurwetenschappen. Hè. Bij natuurwetenschappen ga je helemaal buiten je object staan en gewoon tellen. Om een simpel voorbeeld te noemen,
bij welke temperatuur gaat water koken? Nou, steeds 100 graden, kan je kwantificeren bij wijze van spreken. Dat is een beetje een primitief voorbeeld. Maar bij menselijk gedrag, hè, dat wordt niet bepaald door letterlijk de oorzaak en gevolg, maar er zit tussen dat we nadenken, informatie inwinnen en daarna kiezen. En een sociale wetenschapper zal dus moeten proberen die motieven te ontdekken. En als je rechter bent en je krijgt iemand voor je die een ander heeft vermoord, moet je ook diens motieven proberen te interpreteren. Dat is één. Maar je moet ook de wetten proberen te interpreteren. Dus je moet zowel teksten die er al zijn en die veel duidelijk zijn, toepassen op concreet gedrag, maar dat moet je ook eerst interpreteren. Nou, dat bij elkaar te brengen, dat kan je hermeneutiek noemen. Dus de betekenis van menselijk gedrag en menselijke teksten ontdekken. Maar dat heeft dus ook een intern perspectief, of in ieder geval gedeeltelijk. Intern, daar bedoel je dan mee. Extern is dat je er van buiten tegenaan kijkt. Hè? En de natuurwetenschapper kijkt typisch van buitenaf naar de natuur en zegt, dat is groen, noem maar op. Die gaat het klassificeren van buitenaf. Maar als ik probeer jouw motieven te begrijpen, moet ik me als het ware in jou verplaatsen. En dat kan ik ook, doordat ik ook een mens ben en ik aanneem dat ik een beetje op dezelfde manier denk als jij. We nemen dat de hele tijd aan, want ook als ik nu praat, wat voor als je er van buitenaf naar keek, puur wat er fysiek gebeurt, is, er komen trillingen uit mijn mond, dat noemen we dan geluid, dat komt in jouw trommelvlies. In jouw trommelvlies zet je die geluiden om in woorden, maar die woorden staan eigenlijk voor begrippen. En alle losse begrippen van mijn zinnen vormen samen een geheel. En jij maakt er een verhaal van en je vertaalt dat in ideeën. Dus die klanken zijn alleen maar dragers van betekenissen. En die betekenissen zitten in mijn hoofd en die zitten in jouw hoofd, maar niemand kan ze zien. Nou, toch nemen we aan dat wij nu praten en dat wij elkaar begrijpen. Dat ook degene die nu dit filmpje bekijken ook begrijpen wat wij bedoelen. Dus ik moet mij, ik kijk niet alleen naar jou, maar ik interpreteer steeds niet alleen je woorden, maar je hele houding, je hele lichaamstaal probeer ik te denken wat jij denkt. En jij probeert het bij mij en dat is communicatie. Hè? En ik moet me dus als het ware in jouw perspectief verplaatsen en jij in mij. Anders zouden we niet met elkaar kunnen praten, hè, via die gedeelde taal. Dus dat noem je een intern perspectief, terwijl een natuurwetenschapper er buiten staat. Nou, om jou te begrijpen heb ik dus een intern perspectief nodig. Dit mag je later. Nee, dus je kan dat weer gaan differentiëren, al die begrippen. Want intern en extern zijn eigenlijk relatieve begrippen. Je moet je altijd afvragen, in en extern aan wat? Nou, een natuurwetenschapper is helemaal extern aan zijn object. Bij intern kan je natuurlijk afvragen, intern aan wat? Dus wij zijn nu intern aan de Nederlandse taal en een gesprek over rechtswetenschap. Maar als je het toepast op het recht, kan je natuurlijk verschillende mate van innerlijkheid, interniteit ontdekken. Dus als wij nu alle twee rechters zouden zijn en we beslissen over een zaak, zijn we intern aan het Nederlandse recht. En we nemen de regels aan op dit moment dat wij erover praten als juist. En van daaruit proberen we ook de meest juiste oplossing te vinden. Nou, misschien ben jij wel Maoïst of Marxist en geen rechter, maar een kritische advocaat die terroristen beschermt. En die zegt, dit is allemaal een politiek proces. Ik aanvaard jullie rechtsorde niet, die is de mijne niet. Dan ben je dus extern aan de rechtsorde, maar je bent nog steeds intern aan een normatief perspectief, aan een waardeperspectief. Alleen jouw waarden zijn anders dan die van de rechtsorde. Misschien deel je nog wel hogere waarden, zelfs de religie of zo, maar je bent extern aan de rechtsorde. Nou, dus een wetenschapper in de natuurwetenschappelijke zin is helemaal onbetrokken, buitenstaande, totale distantie. Je kan in een intern perspectief hebben als wij met elkaar praten, elkaar proberen te begrijpen, maar dat betekent nog niet per se dat we ook het eens zijn met elkaar. Hè? Dus wij kunnen heel grote verschillen hebben. Jij bent liberaal, ik ben Marxist. Dus we zijn wel intern dat we elkaar begrijpen en dat we op elkaar reageren, maar we zijn niet intern aan hetzelfde waardestelsel. Dus dat is weer een relatieve term, hè, die je even per context opnieuw moet definiëren. Bezit de mens reden? Ja. Alleen, ook hier weer, hè, kan je het heel absoluut opvatten of betrekkelijk. En
in de traditionele religieuze zin wordt soms gedacht dat de mens een reden in zich heeft die eigenlijk losstaat van zijn lichaam, van zijn fysieke bestaan. Bij Plato vind je dat en ook bij het christendom misschien niet een reden, maar een ziel of een geest die uit een soort eeuwige wereld komt en tijdelijk in de gevangenis van dit lichaam raakt. En dat is ook allemaal heel triest en zondig. Maar dan na je dood keert hij weer terug. Dat is eigenlijk wel prettiger, want je bestaat nog voort. Ik geloof er zelf niet in. Hè. Er zijn misschien redenen om er wel in te geloven. Maar ik denk eigenlijk eerder dat hier de wens de vader is van de gedachte. Het is een prettig idee om door te bestaan na je dood. Ik denk dat er heel veel op wijst dat je verstand afsterft met je lichaam. Dus dat er niet nog iets overblijft wat na je dood ontstaat. Maar goed, als je reden al definieert als een soort verstand wat ergens gelokaliseerd zit in je buitenste hersenschors. En dat wij daar meer van bezitten dan iets lagere zoogdieren. In die zin hebben we denk ik wel een reden, ja. Wat is de consequentie daarvan? Dezelfde consequentie als waar we het eerder over hadden bij autonomie. Dat wil zeggen, in die reden is niet een volkomen zelfstandig of onsterfelijk iets die deel heeft aan een soort hogere werkelijkheid. Maar het is alleen maar iets waardoor we relatief afstand van ons kunnen nemen, maar nooit absoluut. En die ons wel in staat stelt zit naar de toekomst te kijken en te bedenken hoe je jezelf kan verbeteren en daar ook naar te handelen, allemaal binnen bepaalde grenzen. In uw oratie onderschrijft u de sceptische visie van Nietzsche ten aanzien van de mogelijkheid van objectieve kennis. Betekent dit dat vaststellen wat waar is of wat rechtvaardig is eigenlijk nooit mogelijk is? Ja, dus ik heb een eigen neptheorie en die noem ik kritisch schizoïsme. Schizoïsme dat is een term uit de psychiatrie, dat is een zwakke vorm van schizofrenie. Dat betekent eigenlijk je bent niet een eenheid als persoon, maar je bent in jezelf verdeeld. En bijvoorbeeld doordat, als je het nou over de reden hebt, je bent niet meer, doordat je zelfbewustzijn hebt, ben je niet meer zo spontaan als een dier die maar doet wat bij hem opkomt. He, je denkt over jezelf na, je bent kritisch, je weet dat je doodgaat enzovoort. Dat heeft een prijs. Hè? Je bent ook niet meer zo gelukkig als een spontaan wezen. En aan de andere kant, wat ik al zei over die reden dat die niet los staat van je lichaam, maar eraan verbonden is, betekent dat ook je redelijke vermogens maar relatief zijn, want steeds verbonden aan jouw lichamelijke perspectief en aan jouw eigen beperkingen. Dus eigenlijk kan je dat beschrijven als een frustrerende toestand. Hè? Je hebt je oorspronkelijke spontaniteit verloren, maar je hebt ook geen absolute kennis. Dat is een beetje tragisch. En het kan ook verlammend werken als je te kritisch naar jezelf kijkt. Het betekent, in antwoord op jouw vraag voor kennis, dat jouw verstandelijke vermogens beperkt zijn tot jouw perspectief wat je hier nu hebt. En je kan daar een beetje afstand van nemen. Hè? Dus ik kan proberen me in jou te verplaatsen en dan als het ware een denkbeeldige derde positie in te nemen als een rechter. En dan te zeggen, nou, wat zou redelijk zijn als wij een conflict hebben, dat kan wel. Maar tot een beperkte hoogte. Dus de conclusie is eigenlijk, mijn waarheid zal nooit helemaal samenvallen met jouw waarheid. Hè? Dus iedereen heeft zijn eigen perspectief. En wat volgt daarop? Nou, in absolute zin sceptisch. Dat sceptisch, je kan aan alles twijfelen. Dus misschien ben jij wel mijn droom of ben ik jouw droom. Dat kan je nooit helemaal zeker weten. Want als je droomt, denk je dat je niet droomt. Dus misschien dromen we niet wel. Dus eigenlijk, als je maar genoeg kritisch doorvraagt, hou je geen grond over. Aan de andere kant doen we dat niet in het dagelijks leven, maar nemen wij nu aan dat we met elkaar praten en dat Boris hier is en dat wij dit weer doen voor publiek later. Dus in het dagelijkse leven gaan we van allemaal praktische veronderstellingen uit. En daar zit ook een heel veel continuïteit in. Dus het is ook redelijk daarvan uit te gaan. Ik denk dat als je dat doet, dus als je een aantal vooronderstellingen buiten twijfel stelt, ook al kan je ze niet absoluut bewijzen, dat je dan bijvoorbeeld als jurist wel een onderscheid kan maken tussen meer en minder redelijke oplossingen. Dus je begon te vragen,
kan je iets zeggen over rechtvaardige samenlevingen? Nou, in absolute zin niet, hè. Iedereen heeft verschillende ideeën over rechtvaardigheid. Maar gegeven dat wij in een plurale samenleving wonen en gegeven dat je in die samenleving niet wil knokken voor jouw geloof en andere mensen vermoorden, maar dat je de compromissen wil sluiten, dan is die liberale rechtsstaat zo gek nog niet. Hè. Dus ik heb, misschien is er een betere, maar ik heb het nog niet gehoord. Dus binnen die aannames kan je wel degelijk zeggen, nou, ik vind dit beter dan iets anders. En bijvoorbeeld bij wiskundige theorieën, die worden soms, ook al weten dat ze misschien niet 100% kloppen, soms krijgen die dan toch veel gehoor omdat ze mooier zijn, omdat ze beter in elkaar zitten. Ja. Wiskundige theorie. En zou dat ook kunnen gelden voor rechtvaardigingstheorieën? Gewoon omdat ze mooier zijn? Ja, maar het is ook, vaak wordt gezegd, de schoonheid ligt in de simpelheid. Hè? En simpelheid is dan misschien toch nog een bijkomend voordeel boven schoonheid. Dus als je in de wiskunde is volledig een analytisch gesloten systeem dat afhangt van begindefinities en dan intern coherent moet zijn. Ongeacht of het toepasbaar is op de werkelijkheid. Nou, zo heb je in de meetkunde euclidische en niet-euclidische meetkunde. Dus verschillende uitgangspunten leiden tot verschillende stelsels. En dan kan je zeggen, binnen zo'n stelsel is de simpele oplossing is de betere. Less is more, hè, de architectuur. Mm-hmm. De analogie met rechtvaardigheid. Nee, dat zou ik eigenlijk niet denken. Ik zou wel denken aan de uiterste de rechtvaardigheidstheorieën die heel ingewikkeld worden, verliezen hun kracht. Maar hele al te simpele theorieën, die zijn te bot. Dus ik denk in het recht is het toch vaak, hè, waar wij ook redelijkheid en billijkheid voor hebben, is nuanceren in het bijzondere geval. Misschien zelfs zonder dat je een hele coherente rechtvaardigheidstheorie op de achtergrond hebt. Dus ik denk, nee, ik denk dus dat schoonheid in de zin van eenvoud niet per se een criterium is. Alleen wel, hè, je moet natuurlijk wel altijd proberen overbodigheden weg te kappen. Maar wat je als overbodig, hè, dus krullen weg te kappen. Mm-hmm. Ja. En wat zijn krullen? Achterhaalde of ondogmatische uitweidingen waar geen goede redenen meer voor bestaan of meer voor bestaan. Is het tot op zekere hoogte vast te stellen dat de ene juridische oplossing beter is dan de andere? En bent u het dan met Dworkin eens dat het feit dat juristen hierover discussiëren impliceert dat de ene oplossing, interpretatie van het recht, of de ene interpretatie van het recht beter kan zijn dan de andere? Nou, ik heb net toevallig, vorige semester zat ik, zoals ik zei, op de Law School van New York University. En daar heb je de colloquia van Dworkin. En hij is ook echt de verpersoonlijking van zijn theorie. In de zin dat hij altijd gelijk heeft of dat claimt. En hij is daar ook de primus inter pares. Er zitten allemaal andere wereldberoemde rechtsfilosofen. Thomas Nagel en Jeremy Waldron. En Habermas komt langs en noem maar op. Nou, er is dus een symposium, dat is in een schitterende grote zaal. Daar zitten zij achter een katheder met op de achtergrond een enorm raam op de hoogste verdieping. En dat kijkt uit op Empire State Building en die andere wolkenkrabbers. En het is van 4 tot 7. Allemaal 70ers die dat 3 uur lang volhouden. Tegelijkertijd zie je op de achtergrond de ondergaande zon zo weer spiegelen in die wolkenkrabbers. Dus dat geeft een heel mooi metafysisch beeld eraan. Na afloop, als er een spreker van buiten is, heb je nog een intiem diner, hè, voor zo'n 13 man. En dat zeg ik niet voor niks, hè, dat is net Jezus en zijn discipelen. Je zit dan aan een lange tafel en Dworkin zit in het midden van het lange eind. En net als in die schilderijen van het laatste avondmaal, hè, gaat uiteindelijk, daar zit Jezus en alle aandacht komt naar hem. Dat is bij hem ook zo, dus hij krijgt ook altijd gelijk. In 1 keer werd hij overtroefd, maar goed. Dat is zijn theorie en dus is een beetje personalistisch. Dworkin denkt dat je voor elk geval een juist antwoord heeft, dat lijkt mij eigenlijk niet. Hè? Dat intuïtief zou ik zeggen van niet. Maar ik denk wel dat je kan onderscheiden tussen betere en slechtere antwoorden uitgaande van bepaalde beginaannames. Hè?
Bijvoorbeeld, als je kijkt naar het arrest Cohen Lindeboom, dan is dat beter onrechtmatig als onzorgvuldigheid definiëren dan onrechtmatig als onwetmatigheid, wat daarvoor gebeurde. Dus je ziet, je kan in ieder geval wel onderscheid tussen goede en slechte antwoorden. De oplossing die in Lindeboom Cohen werd gekozen is beter dan de oplossing van die zus van zijn waterjuffrouw. Ja, en op basis waarvan is die oplossing beter dan? Het is een afweging van beginselen in dit geval. De Hoge Raad in die tijd van de Zutphense waterjuffrouw, die was natuurlijk niet gek. Maar die had een beginsel waarom ze kozen voor de enge definitie van onrechtmatigheid is alleen handelen wat tegen de wet ingaat. Namelijk, dat geeft rechtszekerheid. Dus het legaliteitsbeginsel, wat je ook hebt in het strafrecht. Hè, je mag alleen in je kraag gepakt worden als je van tevoren er een delictsomschrijving is. Nou, zo is het ook prettiger dat je alleen schadevergoeding hoeft te betalen als je van tevoren weet wanneer je aansprakelijk bent. Alleen, dat is zinnig, alleen het levert onbillijke of onrechtvaardige resultaten op, zoals in het geval van die Zutphense waterjuffrouw, die vrouw die de kraan aanstaan. Ja. En daar zat een leerhandelaar onder, die belde aan, die zei, nou zit die kraan op. Die zei, nou kom morgen maar terug, ik ben nou aan het slapen. Ja. En zijn hele voorraad was verpest. Ze schond geen wet en hij had gewoon de schade. Dus dat is onwenselijk. En dus er is een strijd tussen onrechtvaardigheid, de rechtvaardigheid en rechtszekerheid. En je zegt, nou ik vind dat rechtvaardigheid hier de doorslag moet geven. In tegenstelling tot het strafrecht, want daar gaat het niet tussen twee gelijkwaardige burgers, maar tussen een verdachte en de overmachtige overheid. Dus daar heb je extra bescherming nodig. Ja. Maar in het privaatrecht niet per se. Dus. Dus is rechtvaardigheid schadevergoeding? Ja, onzorgvuldigheid in maatschappelijk verkeer, dat is een open term. Dus eigenlijk als dat achteraf door de rechter een claim wordt toegekend, is dat eigenlijk, kan je zeggen, met terugwerkende kracht. Dus dat is het nadeel, hè? Geen rechtszekerheid. Ja. Maar het totaal identificeren met onwetmatig handelen, dat is te eng. Dus dat is de slechtere oplossing. Ja. Wat is de juiste methode van rechtswetenschap? Die kan je moeilijk bepalen. Hè? Dus ik zei al, in de menswetenschap, de methode is hermeneutiek. Ja. In het recht toegespitst gaat het om het analyseren van tekst, dus de betekenis van wetten en jurisprudentie. En dat breng je in wisselwerking met de maatschappelijke werkelijkheid. En dat is ook weer sociaal handelen wat je moet interpreteren. En rechters leren natuurlijk vooral het eerste, hè? Het recht interpreteren. En het interpreteren van menselijk gedrag is meer common sense. En daar kan je af en toe een psycholoog of een socioloog bij halen. Maar goed, dat kunnen zij niet beter dan wij. Hoe je dan teksten interpreteert, wat daar de beste methode voor is, daar heb je wel richtlijnen voor. Bijvoorbeeld de interpretatiemethode, grammaticaal, dus je kijkt letterlijk naar de wettekst, of je kijkt naar de bedoeling van de oorspronkelijke wetgever, ook al is het 100 jaar geleden. Of teleologisch, je kijkt naar een zinvolle betekenis nu. Ik denk niet dat je daar vanuit je leunstoel kan zeggen, zo moet het en niet anders. Met andere woorden, je kan heel moeilijk een rangorde tussen die interpretatiemethode aangeven. Dat is steeds echt hermeneutisch van een soort kunde, niet een wetenschap denk ik echt, maar een kunde die gericht is op het oplossen van problemen. Waarbij je als rechter niet helemaal vrij opstelt. Je bent gebonden aan het recht, maar daarbinnen heb je probeer je de beste oplossing te vinden gericht op dit concrete geval. Hè, dat je blik gaat heen en weer daartussen. En dat is meer een kunde die je leert door je rechtelijke opleiding en door het voorbeeld van anderen en dat soort dingen. Wat dat betreft is het veel minder exact dan natuurwetenschap. En stel nou dat. Dus je kan randvoorwaarden en richtlijnen geven, maar niet één methode die tot de beste oplossing leidt. En stel nou dat een groep studenten die heeft de rechtenopleiding gevolgd en die besluit daarna om te gaan promoveren. Ja. En gaat een proefschrift schrijven. Ja.
Er zijn mensen die zeggen, als je een vraag wil beantwoorden die met het recht te maken hebben, dan moet je daarvoor een perspectief kiezen. Dus een economisch perspectief of een sociologisch perspectief, om vanuit die wetenschap, of wellicht meerdere van die perspectieven, om vanuit een ander wetenschapsperspectief het recht te beschrijven. Ja, en dan ga je er eigenlijk vanuit dat het juridische perspectief, dat is meer praktisch en is geen echte wetenschap. Dus wat je moet doen om echte wetenschapper te zijn, is als een externe toeschouwer er naar gaan kijken, zoals een natuurwetenschapper naar zijn object. Ja. Dus je reduceert het recht tot beslissingen die het algemeen welzijn moeten dienen. Dat is de rechtseconomie. Dat kan, maar dat lijkt me niet dwingend. Hè, want ik zei al, binnen juridische besluitvorming kan je goede redenen aangeven. Die zijn weliswaar minder exact dan bijvoorbeeld in economische modellen. Maar het heeft zijn eigen zin. En stel nou dat je voor een gaat promoveren en je kiest voor een combinatie van die perspectieven. Dus vanuit de rechtssociologie kijk je naar het antwoord op een bepaalde vraag. En vanuit de rechtseconomie, maar ook vanuit het juridische perspectief. Het lijkt me altijd nuttig dat je nooit naar het recht alleen kijkt, want dan ben je een pure dogmaticus. Hè? Dan denk je, nou, je hebt een aantal dogmatische begrippen en het systeem van het wetboek, en daaruit kan je alles afleiden alsof het wiskunde is. Ja. Nou, dat is onzinnig, want het is een praktische wetenschap waarmee je maatschappelijke problemen wil oplossen. Dus je moet er altijd, als je maatschappelijk probleem wil oplossen, moet je ook de maatschappij analyseren en kijken of de juridische oplossing ook, wat voor effecten die heeft. Hè? Dus dan ben je met rechtssociologie bezig. Soms kan je bijvoorbeeld ook rechtseconomisch kijken met het bezwaar dat economische modellen het maatschappelijk leven reduceren tot winststreven. Het kan wel, hè, maar ik zou denken dat dat vooral in het handelsrecht moet of in het contractenrecht. Maar in het familierecht zou dat veel moeilijker zijn. Goed, er is nog een hele allerlei andere bezwaren tegen rechtseconomie. Maar dat kan je heel, heel goed doen en het is ook nuttig, hè, dat je niet puur jurist in je eigen dogmatiek gevangen zit. Als je alleen maar rechtssocioloog zou zijn, dan ben je geen jurist meer. Ja. En het is nuttig dat er juristen zijn. Dus nogmaals, ik denk ook dat het juridisch redeneren wel zijn eigen rationaliteit heeft. Ja. Dus dat het ook niet onwetenschappelijk is. Nou, we hebben het nu over vrijheid en dat is symbolisch heel mooi, want in Nederland, en typisch Amsterdam, is echt een centrum van vrijheid steeds geweest. Je kan het hier in de omgeving zien als je wil meelopen. We zitten hier op de Leliegracht, tussen de Keizersgracht en de Herengracht. Ik laat jullie nou eerst wat zien in de gang. Je hebt hier allemaal oude gravures, die van Romein de Hoge onder andere, een beroemde gravuur uit de 17e eeuw, die de geschiedenis van Nederland heeft uitgebeeld. Hier zie je bijvoorbeeld de Nederlandse vrijheidsstrijd, die al begint met de Batavieren tegen de Romeinen. Dus dat is een soort nationalistisch fake verhaal dat wij typisch een vrijheidslievend volk zijn, als collectief. Dus het is nog niet de liberale individuele vrijheid. Hier aan de overkant zie je het 12-jarig bestand gedurende de 80-jarige oorlog. Dan zie je hier staan het vrije Nederland. Heel klein, ik weet niet of dat op de camera kan komen, maar hier zijn de Nederlanders die sluiten een bestand met de Spaanse koning Philips. En dan zie je hier wat ze achter zich laten. Oorlog, terreur, calamitas, ellende, licentia, ontucht. En wat komt daarvoor in de plaats? Landsliefde en zedelijkheid. Dus al de deugden komen hier naar boven. Je ziet hier nog niet typisch de individuele vrijheden, maar het opvallende is dat onze vrijheidsstrijd in de jaren 80 niet alleen een vrijheidsstrijd was voor een collectief, maar ook echt individuele gewetensvrijheid tot gevolg had. Het betekende niet dat je een scheiding van kerk en staat had nog, want we hadden wel een staatskerk, een katholiek kon niet hoge ambten bekleden, maar ze konden wel hier in schuilkerken, werden ze gedoogd. Dus wel intern had je gewetensvrijheid. Als je nu nog verder hier kijkt, dan zie je hier een afbeelding van de Vrede van Münster, 1648, waarbij Nederland definitief onafhankelijk werd. Dat was ook het jaar van de Vrede van Westfalen. En daar werd in Europa de soevereiniteit aan nationale staten toegekend. En intern mocht de staat geloven wat hij wilde.
Dus religieuze conflicten, dat was geen reden meer voor oorlog. En intern heeft dat tot eenzelfde idee geleid, let's agree to disagree, namelijk we kunnen intern ook alleen maar in een land vrede bereiken als we iedereen het geloofsverschillen tolereren. Nog weer wat later, in de tweede helft van de 17e eeuw, is Amsterdam gebruikt als toevluchtsoord voor veel voor vrijdenkers uit het buitenland. Descartes heeft hier gewoond. We hadden zelf Spinoza, maar ook John Locke, voor mijn vak heel belangrijk, heeft hier vlakbij in Amsterdam ondergedoken gezeten. Hij moest vluchten uit Engeland, want daar was een katholieke koning. Dus hij is als politiek vluchteling naar Amsterdam gekomen, heeft hier vlakbij gewoond op de Keizersgracht. En is hier veel omgegaan met Nederlandse vrijdenkers, met name ook met remonstranten. En in het geheim heeft hij hier twee heel belangrijke boeken geschreven. Een brief over tolerantie, waarin hij zei godsdienstvrijheid bepleiten. En een boek over de staatsinrichting, waarin hij de rechtsstaat met vrijheidsrechten bepleitte. Je weet misschien in 1886 is onze Willem III, die zie je hier, die was getrouwd met Mary Stuart. Die Willem III is naar Engeland gegaan en heeft daar de katholieke koning verjaagd en is daar koning geworden. John Locke is in het tweede schip met Mary Stuart mee teruggegaan. En in Engeland kent sindsdien een constitutionele monarchie met meer invloed voor het parlement. Dus een begin van een rechtsstaat zoals John Locke heeft bepleit. En dat was toch heel opvallend in die tijd, want zelfs in Amsterdam moest hij onder valse naam schrijven. Hij was ondergedoken en heeft die boeken onder pseudoniem uitgebracht met een Hollandse naam, Dr. van der Linden. En als jullie nog verder meelopen, dan zie je waar dat allemaal zich heeft afgespeeld. Dus we kijken hieruit op de Leliegracht. En er was een beroemde kerk waar John Locke vaak kwam. Het zou best kunnen zijn dat dat nou de Rode Hoed is, hè? Die schuilkerk die hier om de hoek vlak achter zit. Maar hier ergens, links heb je de Westerkerk, hier ergens liep, hoe lang is het nou geleden? 2 eeuwen geleden liep John Locke rond. En het zag er eigenlijk hetzelfde uit. Amsterdam was toen net als vrije kapitalistische stad aangelegd. Alleen geen auto's, maar verder is eigenlijk de oude sfeer bewaard gebleven. En er wordt wel gezegd, dat is het nadeel meteen van de moderne tijd. Hè? Als je weer naar binnen komt, dan zie je dat, ik zei al eerder, de wetenschap heeft geleid ertoe dat wij grip op de wereld kregen. Namelijk, kennis is macht. En daar is uit voortgevloeid het idee van autonomie, hè? Met realistische kennis kan je zelf je eigen wereld beheersen. Maar tegelijkertijd ook iets naars, waarvan we net ook zeiden dat leidde ook eigenlijk het einde in van het ideaal van de verlichting naar het postmodernisme. Het is eigenlijk failliet met de Holocaust. Misbruik van de wetenschap, namelijk de wereld beheersen. Ja. Je ziet hier een beetje Nederlandse schepen die in het buitenland het milieu uitbuiten, walvisvaart. Maar erger nog, was het kolonialisme. Dus we hebben onze macht ook gebruikt om de wereld te veroveren. Maar als je meeloopt naar het eind van de gang, het Vrije Nederland heeft ook zijn macht misbruikt door andere landen het onderwerpen en koloniën te maken. En dat zie je hier. Dit is mijn overgrootvader of bedovergrootvader. Dat was de broer van Fransen van der Putten, de minister van koloniën, zo 1880, die het cultuurstelsel heeft ingevoerd in Indië. En dat betekende dus dat zij moesten gaan verbouwen wat Nederland wilde. Ja. Wat natuurlijk een blijvende achterstand voor heel veel landen heeft betekend. Dus in Europa zie je wel een toenemende vrijheid en gelijkheid, maar extern hebben we onze macht ook misbruikt. En je kan zeggen, daar staat wel tegenover dat wij ook, dat hier het ideaal van de mensenrechten van afkomstig is. En dat is meteen wel weer een wrik om kolonialisme af te schaffen, slavernij af te schaffen. Dus die kant hebben we ook wel weer. Maar dat wij alleen maar goed zijn en anderen alleen maar slecht, dat is duidelijk. Zijn er op dit moment andere vormen van imperialisme of kolonialisme die nog steeds? Ja, je kan natuurlijk zeggen handelsimperialisme. Dat wil zeggen, de rijke landen die pleiten wel voor vrije markt, maar stellen hun eigen markt niet open voor goedkope producten uit de derde wereld.
En zij moeten onze voorwaarden maar aanvaarden. Dus het is eigenlijk dezelfde ongelijkheid die je in de 19e eeuw had tussen arbeiders en werkgevers. Ja. Wat zou Rawls daarover zeggen? Zou die dat is ingewikkeld. Letterlijk, als je Rawls' tweede principe zou toepassen over herverdeling, als je dat internationaal zou toepassen, dan zouden andere landen gelijke kansen moeten hebben, minstens om globale contracten te sluiten. Maar misschien zou je ook actief moeten ingrijpen om de uitgangspositie van andere landen te verbeteren, bijvoorbeeld door daar onderwijs te stimuleren en gezondheid te stimuleren. Alleen, Rawls zelf heeft die conclusie niet getrokken en gezegd, nee, mijn systeem geldt alleen voor nationale staten. En voor armoede elders is de nationale staat daar verantwoordelijk. Ook als het misgaat, ligt dat vaak niet aan verleden in het kolonialisme, maar aan slecht bestuur daar en luiheid van de bevolking. Dus als we daar de hele tijd hulp aan gaan geven, is dat een bodemloze put. Ze moeten zichzelf verbeteren. Maar dat is bestreden, onder andere door Thomas Pogge, die op Columbia doseert. En die zegt, nee, je moet Rawls een beginsel van gelijke verdeling, tenzij ongelijkheid ten voordeel is. Dat moet je internationaal toepassen, want westerse landen zijn wel degelijk verantwoordelijk voor armoede daar. Ten eerste als gevolg van het kolonialisme, maar ook nog steeds van als gevolg van de grote machtsongelijkheid. Ja, en de kern van de theorie van Rawls gaat toch om de individu? Dus dan... Ja. Jawel, dus de kern gaat om het individu, maar tegelijkertijd heeft hij het ook over een solidariteitsverband waarin je verantwoordelijkheden deelt. En dat is bij hem de nationale staat. Nee. En niet een soort cosmopolis, een wereldorde waar iedereen wereldburger is. Nee. En dat is in feite ook niet zo. Hè? Nee. Dus die organisatie hebben we niet wereldwijd. Nee. Ja. Maar ik denk dat wij alle twee hopen dat het daarheen gaat. Ja, nou ja, goed. En als je vanuit de sleur van onwetendheid kan ik me niet anders voorstellen dan dat de situatie is waarin je naar de... Ja. Nou ja. Het lijkt mij ook, ja.